Yo mensen, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe IGN Masterclass, hier natuurlijk op het Twitch-kanaal van IGN. Ik wil meteen even zeggen, vind je deze livestreams nou leuk, want we zijn natuurlijk elke donderdag weer terug met een nieuwe Masterclass. Klik dan meteen even hier beneden op die volgknop, want dan word je namelijk up-to-date gehouden over wanneer we natuurlijk weer live gaan. Daarnaast wil ik natuurlijk eventjes de sponsors HyperX, Livekaart en ISO bedanken voor het sponsoren en mede mogelijk maken van deze livestream. Maar vandaag hebben wij een Halo 5 Masterclass voor jullie, waar wij heel veel nieuwe movements, waar we de controller settings, waar we heel veel gaan doornemen met natuurlijk een Halo Pro. Dus ik zou zeggen, stel jezelf even snel voor aan de mensen thuis en hartstikke bedankt Jan. Ga je gang. Hey, ik ben de spelbreker, Ramon Bors. Een jaartje of 15 speel ik Halo. En Halo 5, ja, anticipated man. We gaan ervoor. Ik ga jullie even allemaal laten zien wat belangrijke dingen zijn om te weten, om je game te improven en eigenlijk misschien van het stapje van casual naar pro te gaan maken. Ja, en de game is natuurlijk eigenlijk pas net uit. Heb je al veel uur erin zitten of? Hoe lang is die uit? Een paar dagen. 72 uur denk Drie ik dagen. Ongeveer. 72 uur zou ik er dan in hebben zitten. Ja, ja zo? Het is, echt, het is gewoon elke uur dat hij uit is geweest moet gewoon lopen spelen. Echt gamen, ja. Je moet echt gamen. Oké, top. Dus je kent de game in ieder geval wel al. Dus yes. We kunnen ook gewoon heel veel dingen gaan doornemen. We beginnen gewoon bij natuurlijk de basics van de game. Als je vragen hebt, onthoud dan eventjes je vraag. Want aan het einde van alle tips die we gaan geven, kunnen we jullie vragen even mooi beantwoorden. Maar je joint nu meteen een potje. Je kan er even uitleg geven over de controller, want er zijn heel veel settings die jij hebt die je kan aanpassen en nieuwe settings en hoe zit dat allemaal? Zeker weten. Ja, er zitten veel nieuwe movements zitten er in Halo 5, daarom start ik even een potje dat ik het kort kan bijlichten over wat belangrijk is om in te gaan stellen voor jezelf. Nou. En stel het vooral in hoe je het zelf lekker vindt. De game zal nu even loaden, dus ik ga nu niet beginnen. Ja, het is natuurlijk gewoon een first-person shooter, dus je hebt sensitivity, je hebt gewoon het schieten en alles. En ik denk dat je de schietknop en alles wel altijd hetzelfde laat staan, lijkt me. Zeker weten. Dus het schietknop en zo laat je standaard staan. In Halo raad ik iedereen aan om in plaats van de A-knop, waar we al vanaf kind af aan op de Nintendo met Mario mee gingen, dat ga je op de bumper ga je dat doen. Je gaat naar je controller-instellingen. Ga je de instellingen op bumper jumper zetten. Dit verandert, zal maar zeggen, de default controls. Het belangrijkste is dat je niet meer op A gaat springen, maar op de bumper. Dit is heel erg belangrijk, omdat terwijl je dan aan het springen bent, hou je controle over je aim en over waar je slaat. Zodat je dus niet van jouw aim-knop afgaat om te kunnen springen. Dus je springt eigenlijk met je vinger. Met je bumpertje. Ja. Met je bumpertje. Yes. Buiten dat om natuurlijk sensitivity. Stel het vooral in wat je zelf lekker vindt. Dus het ene pro speelt op 1, de andere pro speelt op 10. 10 lekker snel, 1 hartstikke langzaam. En is er ook een manier om de juiste sensitivity te vinden? Moet je gewoon zeg maar beginnen op 1, denk je, dit gaat te traag, zet je hem ietsje omhoog? Of hoe ben jij achter je sensitivity? Ik raad iedereen aan begin op 5. Hoe je echt achter je eigen sensitivity aankomt. Ik verander vaak genoeg wanneer het even niet lekker gaat. Gooi ik hem eentje hoger, eentje lager. Ja. Of doe eens een keertje gek, gooi hem op 10. Zodat je even echt die aim en dat knuppeltje even goed door gaat hebben. Ja, het is gewoon puur wennen lijkt me natuurlijk. Zeker. Wat je vooral uit wil gaan zetten is de assassinations. Wil je echt in de pro scene gaan komen, dan wil je dat gewoon totaal niet. Wie jij vorige week hebt uitgelegd in Black Ops 3, als je iemand in zijn rug slaat, is gewoon dood. Ja. Geldt ook voor Halo, als je hem in zijn rug slaat, is die gewoon dood. Maar hou je de slaken op net iets lang ingedrukt, begin een soort cutscene waarmee je iemand assassinate. Ja. Duurt zo 2 seconden en je hoofd ligt eraf. Ja, precies. Dus het is handiger om eruit te zetten dat je dat ook nooit verkeerd kan doen. Kan je dat niet verkeerd doen. Helemaal goed. Dan hebben we de auto stabilize. Dat is iets nieuw wat in Halo is geïntroduceerd. Wanneer ik nu spring en ik aim down the sight, zoals jullie kunnen zien zo direct op de stream, blijf ik hangen in de lucht. Dit is gewoon eigenlijk jezelf weggeven. Je zegt eigenlijk tegen die sniper, hier is mijn hoofd, alsjeblieft. Want dit is natuurlijk een first-person shooter. Ik denk ook wel dat het handig is om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Want natuurlijk, als jij stil in de lucht gaat hangen terwijl je inzoomt, dan kunnen ze gewoon in één keer je hoofd vinden en dan ben je gewoon dood. De snelheid is veel groter in Halo 5 dan dat het altijd al was. Dus een halve seconde is al te veel om in de lucht te hangen. Ja. Auto-stabilize is dus off bij iedereen. De vibration, ja. Ik denk dat elke pro-gamer zal zeggen, zet het uit. Het kan toch effect hebben op hoe je je knuppeltjes bedient. Ja, ik denk dat sommige mensen wel vibration aan willen, want dan weten ze wanneer ze schieten en dat soort dingen. Maar
als je echt hoger gaat spelen, dan lijkt me het wel het beste om het uit te zetten. Want je kan het door worden afgeleid, je kan het door misschieten of wat dan ook natuurlijk. Zeker weten. En dat is dat wil je gewoon niet. Nee. Zet hem uit en probeer toch visueel waar te nemen van waar je wordt geraakt. Word ik van achter geraakt, krijg ik achter me een rood streepje onderin mijn scherm. Van voor me, dan komt hij bovenin. Ja, en misschien kan je ook nog wat uitleg geven over de HUD, wat er allemaal staat in je beeld. Want het is wel natuurlijk wat anders als je het gelijk met andere shooters. Er is heel veel bijgekomen, ja. Zeker weten. Bovenin hebben we de lange blauwe balk, dat is je shield. Nou, kan ik nu niet even laten zien, maar ik weet zeker dat... Als je wordt geraakt, dan gaat hij naar beneden. Ja. Uiteindelijk kom je dan in het kleine balkje eronderin. Dat is je health. Wanneer die op is, dan is het klaar. Dan kan je vergeten. Ja, dan is het punt voor de tegenstander. Dat wil je dus absoluut niet. Ga je sprinten. Dat is iets wat er vanaf Halo 4 in zit. Zorg ervoor dat je shield niet naar beneden is. Want ga je sprinten en je shield is down. Betekent dat je nog maar één headshot nodig hebt. En in Halo is het niet zoals bij Call of Duty. Één headshot is genoeg. Nee, je moet er echt wel meerdere hebben. Ja. Is je shield down en je gaat sprinten, regen je shield niet meer. Dus zoek een plekje om te regenen. Of misschien is het op dat moment wel beter om even weg te sprinten. Ja. Als je bijna dood bent, dan is het als er niemand zit. Het handig is gewoon om in het hoekje te gaan zitten. Omdat dat dan je shield veel sneller terugkomt. Zeker. Oké. Okay. Ja. Ja. En daarbij hebben we nu een nieuwe move. De dash. Wanneer ik die gebruik, dan kan ik naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts kan ik heel snel wegwezen. Je ziet rechtsboven in het scherm zie je een heel klein rood uitroeptekentje. Dat betekent dat die is gebruikt en dat duurt ongeveer 1,5 seconden voordat ik hem nog een keer mag gebruiken. Oh, ja. Het is echt een geweldige manier om weg te komen. Ze hadden hem in Halo 4 al geïntroduceerd als de Thruster Pack. Het was iets langer. Nu heb je hem gewoon standaard, zit hij in je equipment. Je kan er goed mee fights engagen, je kan goed wegkomen, je kan echt een beetje plays ermee maken door te dreigen. Maar ik denk ook wel dat logisch nadenken is wanneer je hem gebruikt. Want als je hem gebruikt om naar een enemy toe te springen en je wordt geraakt, dan kan je natuurlijk hem niet meteen weer gebruiken om ook weg te springen. Nee, dus het is wel logisch nadenken over wanneer je je dash gaat gebruiken. Het is, inderdaad, je moet wel echt een beetje afwegen wanneer je hem nodig gaat hebben. Probeer niet te engagen met je dash, dat is wat ik mee wil geven. Ja, dat is een goeie, ja. Heb je nog de minimap natuurlijk? Ja, inderdaad. De motion sensor. Die is volgens mij net zo groot gebleven als bij de andere Halo's. Alleen is de snelheid waarmee de Master Chief en eigenlijk alle andere Spartans zich voortbewegen veel groter geworden. Ja. Waardoor de motion sensor echt is wanneer iemand zo dicht bij je staat. Dat je, dan ben je echt wel meteen in gevaar. Maar gebruik hem. Je ziet duidelijk waar je enemies zijn. Voor je, achter je. Knippert die, dan is die boven je of onder je. Oh. Dat zijn toch wel echt dingen die dat is wel een mooie om te onthouden. Ja, precies. Ja, ik zat zelf al te spelen. En ik zat op die kaart te kijken. Of op die motion sensor. Ik dacht, zit hij nou boven me? Zit hij nou onder me? Maar dus als die knippert... Yes, dan is hij boven je vloer. Of onder je. Oh, ja. Het is wel een beetje moeilijk waar te nemen, zeker als je net begint. Maar dat zijn toch wel dingen. Gewoon allemaal wennen natuurlijk. En dan, het is nog dan leer je er vanzelf op kijken. Maar is het nou ook zo, want ik ben dan Call of Duty. Kijk jij echt elke keer als je zeg maar iemand ziet of als je even niks aan doet met, heet het op je minimap? Of het is leg je denk niet ik heel voor veel ons beiden gewoon een sixth sense is het gewoon. Hè. Je kijkt op dat ding. Ja. Je hebt het niet eens door, maar je moet hem in de gaten houden. Zeker als je aan het snipen bent, down the sides aimen. Dat laat ik nu heel eventjes zien. Zo direct. En dan zul je duidelijk zien. Nou is die weg. Ja. Dus dat is dan ben je toch wel op zijn meest kwetsbaar. Ja, en het aiming down sight. Ik zat een beetje te kijken en... Gebruik je het inzoomen in Halo nou heel vaak? Of is het in de meeste gevallen handiger om gewoon te hipfiren? Probeer te hipfiren. Alleen een van de grootste dingen in Halo, en ik denk toch wel in de meeste shooters, is dat je toch te maken hebt met een auto-aim. Ja. De auto-aim die pakt minder goed van afstand. Als ik een hele grote afstand zal gaan schieten, dan heb ik geen auto-aim. Nee, klopt. Aim ik down the sights, dan heb ik die auto-aim wel. En dat is toch wel echt iets gewoon gaat helpen met die belangrijke headshot. Het helpt erbij dat jouw richtpunt natuurlijk eventjes op die vijand blijft plakken, als het ware. Yes. Dat je hem meer kan raken. En van dichtbij zou ik gewoon hipfire natuurlijk. Hipfire, ja. Top. Dan kunnen we nog het gaan hebben over natuurlijk de verschillende soorten wapens. Want er zitten nieuwe wapens in, power weapons. En... Ja, ik ga er heel even op inhaken. Ik wil even van de movements wil ik graag de ground pound. Is toch echt een nieuwe? Ja. Volgens mij zijn er beelden van de ground pound. Hierbij eigenlijk duik je op je enemy af of gewoon in safety. Je gaat verschrikkelijk snel, waardoor je echt heel goed weg kan komen uit een gevecht. En de community is hier echt helemaal hyped over, want je kan iemand zo hard, zo snel eigenlijk pakken. Je gaat in de lucht hangen.
Met je springknopje, wat iedereen nu dus op de bumper heeft gezet. Ja. En met de slaanknop, die hou je dan ingedrukt en daarmee activate je eigenlijk die ground pound. Je krijgt een klein cirkeltje op de grond en daarna zo. Launch je op je enemy. Kom je bovenop hem, is het meteen, zoals het net al stond, de Goomba kill. Je komt bovenop iemand en eigenlijk is hij gewoon in één keer dood. Nou, hier zie je eventjes hoe iemand de ground pound krijgt. Hij is ook verschrikkelijk goed om als counter-offensive te gebruiken. Hero, hij denkt, ik ga je oppakken. Ja. Maar ik ga meteen om de hoek, zet ik die ground pound al in. Hij kijkt om de hoek, waardoor hij mij niet ziet. Want ik blijf in de lucht hangen. In de lucht hing, ja. Door de ground pound. En daarna kan je hem heel simpel met een headshotje eventjes afmaken of even dood. Dus als je echt recht op zijn kop komt, dan is hij gewoon echt in één keer dood. In één keer altijd. Dood. Kom je niet recht op zijn kop, dan wordt de enemy voor een halve seconde gestunt. Ja, wat ook gewoon dus dan kan jij natuurlijk even makkelijk over of yes. afknallen. Yes, ja, hier zie je hoe ik de overshield oppak. Overshield zit eigenlijk altijd al in Halo. En de overshield zorgt ervoor dat je bovenop je blauwe shield, wat ik net liet zien, zie je nu boven in het scherm een groen shield. Ja. Wat eigenlijk gewoon, ja, je hebt een dubbel shield en extra armor. Dubbel zoveel damage nodig voordat je down bent. Ja, dat is natuurlijk wel handig, want dan kan je er wat harder op afrennen. Of als er meerdere vijanden voor je staat, dat ze veel meer natuurlijk moeten raken om je af te knallen. Ja. En die liggen gewoon random verspreid die op liggen, de map. Nee, niet random op de map, wel op geplaatste punten. Ze zijn niet aangegeven, maar ja, ze liggen altijd op hetzelfde punt. Op elke map, ja, kijk gewoon even waar ze liggen. En als je dat echt gewoon meteen zeker wil weten voordat je de actie ingaat, lood gewoon even de custom games waar je in elke map één voor één kan bekijken waar je power hebt. Ja, geef jij ook die tip dat als ze de game oppakken en ze willen meteen bijvoorbeeld 4 tegen 4 gaan spelen, dat zij een private match starten om meteen te bekijken waar de wapens liggen en waar dus die shields liggen? Ik of raad dat zeker weten aan. Het is natuurlijk wel, kijk, de meeste mensen kunnen er niet op wachten en ik raad ook zeker aan, ga gewoon lekker spelen, want dat is veel leuker. Ja, dat is waar. Maar wil je echt meteen voor die pro zien gaan, ja, kijk toch waar die wapens liggen, want daar haal je je voordeel uit. Daar, ja. Dat is echt waar je. En is er een manier om dat makkelijk te onthouden? Of is het gewoon door de map heen rennen, proberen te onthouden en that's it? Ik denk dat als je echt een beetje dedicated bent in goed worden in een game, zul je dit zo snel mogelijk zul je dit heel snel oppakken. Ah, top, top. Dus start de private match, jongens, en probeer het te onthouden. En als het niet lukt, dan kan je natuurlijk altijd de volgende dag nog een keer proberen. Als je de tijd ervoor kan vrijmaken. Zeker, natuurlijk. Zeker. Nou ja, ik denk dat het handig is om even over te gaan naar de wapens. Ja. Voordat we dat er helemaal uitskippen. We hebben volgens mij wat beeldmateriaal over de verschillende precision weapons in Halo. Dit is toch wel echt het allerbelangrijkste om dit voor jezelf, om beter te worden, dat je deze goed controleert. Zoals je hier ziet is de Magnum, die is echt terug van weg geweest. Halo 1 was die verschrikkelijk sterk. Daarna is het eigenlijk een beetje een trashwapen geworden. Ja. Wat wel leuk was als je een headshot maakte. In Halo 5 is die volledig terug. 5 shots op iemands hoofd is gewoon een kill. Je ziet hier echt de belachelijke power eigenlijk die je kan uitoefenen met die Magnum. Hij is veranderd, hij is goed, hij zit in je standaard equipment, je spant hiermee samen met de assault rifle. Combineer deze twee, de assault rifle is meer een beetje sprayen en voor wat dichterbij. En de Magnum is echt voor de afstanden, zoals je ik net zag. Ik zag je ook wat rustiger schieten zelf, dat je, dus je gaat niet gewoon dat je trigger inrammen en gewoon knallen, maar echt. Nee. Als je zeker weet dat je raak schiet, dan pas je wil die 5 shots, zoals je nu onderin ziet, perfect kill. Dat betekent dat je die 5 shots perfect hebt geland. En eigenlijk, de tegenstander heeft geen kans, tenzij hij jou net iets eerder een perfect shot geeft. Wat je hier ziet is de light rifle, ook een van de precision weapons. Je schiet iemand 4 keer op zijn hoofd. De light rifle ligt trouwens random op de mappen, die staat niet aangegeven. Ook dit, leer dit eventjes. De light rifle gaat echt een groot verschil maken, denk ik, in de pro scene. Als je namelijk down the sides scoopt, dan zul je met 3 shots heb je al een kill. Met 2 shots is iemand al shieldless. Speel je in een team, zorg ervoor, iemand kan hem dan al oppakken met 2 shots. Nou, dat is nog geen halve seconde. Ja, dan kan je al het verschil maken. Als je in een team speelt, is het natuurlijk echt gewoon teamwork. Dus schiet jij met 2 headshots, kom je teammate aan en die knalt er gewoon even door zijn kop heen. Dan is ik ben er vrij zeker van dat dit echt een wapen is om rekening mee te gaan houden in de pro scene. Want er gaat gewoon standaard iemand met een light rifle lopen. Ja. Dan heb je de DMR, die zit eigenlijk al sinds Halo 3 in de game. 5 shots is een headshot en wat echt vooral belangrijk is om te weten met dit wapen, is dat wanneer je gaat schieten, je ziet het richtertje, hij is al weg. Het richtertje wordt net iets breder, dat is een van de weinige wapens die nog recoil kent. Oh ja. Gewoon een beetje de recoil leren kennen, maar that's it. Verschrikkelijk long range, de DMR, ook dat die auto 1 blijft. En mijn personele favoriet is toch echt wel de Battle Rifle en dat
denk ik dat elke Halo fan de Battle Rifle ja. als favoriet heeft. 4 shots is een kill. Het is net iets sneller dan een Magnum als je een 4 shot weet te landen. Ja, die vind je ook gewoon natuurlijk random in de map ergens. En inderdaad, de Battle Rifle, nou, meestal rijkelijk zijn ze wel verspreid. Ja, ja. En ja. Dat, gewoon de spots uit je hoofd kennen en welk wapen je het fijnst vindt, zou ik oppakken. Of als je gewoon iets ziet liggen natuurlijk. Zeker weten. En met die precision weapons is belangrijk dat je daar het verschil mee gaat maken ja. in Halo. En ja. Daar moet je het toch wel echt van gaan hebben. Natuurlijk hebben we ook de power weapons in Halo 5. Dat zal altijd sneller zijn dan een precision weapon. Maar daar moet je voor gaan knokken in Halo 5. Ja. De power weapons op de Team Slayer maps en Team Arena maps liggen verschrikkelijk in open plekken. Waardoor je echt heel erg kwetsbaar moet opstellen. Of dat je die enkel kan gaan pakken wanneer je het enemy team echt hebt beschadigd. En echt een paar mensen hebt afgemaakt zodat je die even op kan pakken. Ja, het is natuurlijk moeilijk dat op het moment dat de wapen in een open area ligt, je wil hem oppakken, dat het gewoon allemaal vijanden voor je staan die je allemaal kunnen afknallen. En het is veel te open. Je zag net de precision weapons. Ja. Als iemand goed kan schieten, ben je binnen een seconde lig je al terug. Ja, precies. Ja. Dus het is, als je in teamverband speelt, of als je gewoon een team hebt, en er ligt zo'n power weapon in het midden, dan lijkt het me handig om gewoon eerst iedereen uit te schakelen, langzaam vooruit te trekken en hem dan pakken en dan zeker gewoon weten, te gaan knallen. Never rush the power weapons. Dat is het enige wat is ik dat, mee is dat geven. Ook een tactiek die je het beste kan aannemen in Halo? In Halo is dat zeker de tactiek die je aan moet nemen. Don't rush the power weapons. Dat is echt eigenlijk het belangrijkste. Je moet ze niet rushen. Je moet ervoor zorgen dat ze beschermd blijven. Dat de enemy ze niet op kan pakken. Ja. Zodra jij druk uit kan oefenen op de spawn van de power weapons, dan eigenlijk domineer je de match. Oh ja, ja, en het is als je gewoon met het team speelt, is dan ook handig, als er misschien geen power weapons zijn of wat dan ook, om dan ook rustig te spelen? Of is het dan juist handiger om gewoon met het team vooruit te trekken en gewoon erin te gaan? Ja, met het team vooruit trekken is eigenlijk wel, ja, je wil natuurlijk wel, je wil natuurlijk spelen, wel actie, ja. Ja. Maar wat ik heb gezien bij de vorige Halo's, en waarvan ik nu eigenlijk nog niet recht tot spreken heb, omdat die pas 3 dagen uit is. Maar bij de vorige Halo's was het echt zo dat sommige matches van 12 minuten gewoon eindigden in 17, 18. Dat mensen inderdaad gewoon zo terughoudend. Zo terughoudend spelen en eigenlijk gewoon puur op die perfect shots spelen. Dat wanneer er net 2 spelers één iemand eventjes net af kunnen pakken. Zo wordt er gespeeld. Oh, ja. Dus ja, ik denk dat de pro scene weer defensief wordt. Maar nu met de snelle movements en de vele hogere high-paced action die je hebt in Halo 5, zal dat denk ik wel wat veranderingen komen. Dat je toch echt wel plays kan gaan maken. Je kan natuurlijk makkelijker ook de enemies ontwijken. En omdat die game veel sneller loopt, kan je natuurlijk ook meer actie er zelf in gaan bouwen. Zeker, ja. Dus verwacht jij ook dat de game dan nu veel sneller gaat lopen dan de vorige delen? Of verwacht je dat ze nog steeds terughoudend gaan spelen? Ik hoop dat het wat sneller gaat. Ik vind het toch iets meer als Euro Tournament aanvoelen. Quake, dat het toch allemaal sneller is. En ja, ik denk daardoor dat je echt wel veel meer plays gaat maken. En dat zeker in de pro scene, dat je gewoon gaat zien dat mensen echt ineens van de sniperspan naar de railgunspan gaan lopen. Andere wapen, andere power weapons. Om daar druk uit te oefenen. En dat je echt de spans om gaat gooien. Waardoor je gewoon eigenlijk de controle krijgt over de map. Ja, dus pro scene als je kijkt, ga erop afrennen, jongens. Ga erop afrennen. Ja, dat zou toch leuker zijn, hè? ja, dat is waar. Hoe meer actie erin zit, hoe leuker het natuurlijk inderdaad is. Zolang je maar wel wint. Dat hoort er ook een tijd nog bij. Winnen moet gewoon. Ik heb een paar beelden over van de power weapons. Misschien leuk om dat eventjes erbij te pakken. De power weapons die echt verschil gaan maken is denk ik de railgun. Geïntroduceerd in Halo 4. Je laat hem op. Nog geen halve seconde later kan je een krachtig schot loslaten. Ja, het is net geen rocket launcher. En zodra je een direct hit maakt met de railgun, is die eigenlijk gewoon in één keer dood. Kan je ook, als je hem op hebt geladen, hem vasthouden? Of schiet hij automatisch gewoon die kogel weg? Je ziet het heel kort als ik hem oplaad. Zodra het balkje vol zit, kan je schieten. Je kan hem vasthouden, maar een halve seconde. Oh ja, dus hij schiet wel automatisch. Hij op schiet dan uiteindelijk automatisch. Switch je van weapon, dat is trouwens even een goede tip. Switch je van weapon, dan cancel je die. En dan kan je weer terug switchen en dan kan je natuurlijk weer schieten. Oh ja. Dat is een goede om te onthouden. En de Battle Rifle, die blijft natuurlijk ook heerlijk. De Fuel Rod Cannon ligt op een paar maps die waarschijnlijk wel gaan gebruikt worden in Team Arena en zelfs in de pro scene. Je zult zien dat ik die nu op ga pakken. Fuel Rod Cannon eigenlijk vergelijkbaar met de Rocket Launcher. Die denk ik toch wel iedereen kent. Ja. Zodra je iemand in de buurt schiet, is die dood. Nou, de Fuel Rod Cannon niet zozeer in de buurt. Maar een head-on schiet je hem in zijn gezicht, dan is die dood. Knalt maar helemaal uit elkaar. Hij schiet ook verschrikkelijk snel. Je kan echt heel snel achter elkaar kan je schieten. Maar hij is wel snel leeg, lijkt me. 10 kogels als je hem oppakt. Goed dat je het even zegt. Maar toch de precision. Dus als je echt goed schiet, dan kan je er 10 kills mee maken. Ja. Ja, okay, ja.
Ja, geef me dan toch maar de Railgun. Die vond ik wel lekkerder. De Needler, die eigenlijk ook een beetje in het hoekje is gestopt vorige Halo's. Behalve in Halo 2, dat je de twee tegelijk kon dragen. Dat was echt wel overpowered. Nu, zoals je ziet, de Needler... die ligt eigenlijk op random spawns in het level. Die wordt niet aangegeven. Maar met 6 à 10 zo. Van die roze shitstorm in je gezicht lig je al op je rug. Ja. En dat is toch echt wel iets om rekening mee te houden. Persoonlijke favoriet blijft de sniper rifle. Beetje aparte kill waarin je ziet dat ik eigenlijk de grond raak. Ja. Of niet helemaal precies raak. Dus ik ben heel erg benieuwd, komt de sweep terug in Halo? Dat was in Halo 2 was dat echt een ding. Wanneer je gewoon keihard van links naar rechts ging met je aim. Dan, en hij dat kwam over iemands hoofd, had je een kill. En zoals je net in het filmpje zag, komt hij terug? Ik weet het niet. Misschien was het gewoon eventjes net iets verkeerd in de opname. Net even geluk of iets, iets dergelijks. Is de sniper rifle ook altijd one shot? Of de kan je ook niet maken? Goed dat je het zegt inderdaad. One shot enkel op het hoofd en anders 2 shots op body. Oh ja, en maar met 1 shot op body is de shield al down en kan je teammate hem al oppakken. Ja, dus dan krijg je weer het teamverband erin dat je moet gaan samenwerken natuurlijk. Zie je toch altijd in de pro zien dat mensen toch de bodyshot, toch voor een bodyshot gaan. Helemaal als je samen druk uitoefent, samen weet waar de enemy is, called waar de enemy is, dan kan je die gewoon... Ja. En als je in teamverband speelt, heeft iedereen dan ook een eigen rol erin? Of is het gewoon meer dat je echt zeg maar allemaal hetzelfde doet? Of hoe zit ik dat daarin? Ik denk dat dat van de persoon afhangt. Een maatje van mij die is gewoon geweldig met de sniper. En die zal ik ook zeker voor hem laten liggen. En hij zal die rol graag op zich nemen. Ik vind het heerlijk om met die railgun te spelen. Nou ja, die laten ze voor mij liggen. Ik denk, wanneer je daar vaste rollen in maakt... dat je daardoor toch echt wel de hoogste kans maakt in Team Arena. Ja. Maar wel de basic knowledge van elk wapen hebt. Dat je wel gewoon alles kan bedienen. Ja, dat is waar. En je kan natuurlijk ook altijd als je... in zo'n match zit en je zit met elkaar te praten, heel goed communiceren van laat hem even liggen of ga deze kant op. Maar dat is gewoon puur natuurlijk ook wennen aan je teamgenoten. Want als je de eerste keer zou spelen, zal het heel chaos zijn. En hoe vaker je natuurlijk speelt en hoe vaker je oefent, dat is in elke game zo, hoe beter het natuurlijk gaat op een gegeven moment. Ja, inderdaad. Zorg ervoor dat je gewoon maatjes hebt die ook een beetje tegen kritiek kunnen, weet je. Ja. Af en toe moet je best wel een keertje horen dat je aan het falen bent. Iets verkeerds deed of wat dan ook. Ja, inderdaad. En dan moet je het ook gewoon slikken en zeggen, nou hoppakee, de volgende keer doe ik het beter. En geef elkaar kritiek, weet je. Ja, als je echt groter worden, moet je dat samen doen. Ja. En ik zag net ook, terwijl je aan het spelen was, terwijl je die beelden net liet zien, bijvoorbeeld met het pistooltje, dat je echt... Je aimt eigenlijk non-stop alleen maar op de hoofdjes. Ja. Zit er echt zo'n grote multiplier in als je op het hoofd schiet? Het hoofd is gewoon de killshot. Je moet gewoon de headshots landen. Wil je die perfecte 4-shot, die perfecte 5-shot met een Magnum? Of zoals met de carbine, dat je dat heel even snel zag. 7 shots op iemand hoofd. Die moet je landen. Wil je echt een kill maken? Je shield zal wel down gaan. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je die laatste headshot gaat pakken. Dus ja, het hoofd is gewoon wat je wil. Dus het is echt gewoon puur oefenen als je hele opstart. Dat je echt alleen maar op die hoofdjes richt. Want het is, kijk, je hebt heel verschillende shooters natuurlijk in de gamewereld. En bij de meeste shooters is het gewoon je killt in 4 kogels op de borst, in 2 op het hoofd. Maar Halo is echt heel langzaam natuurlijk hoe jij eigenlijk iemand killt als je het vergelijkt met andere shooters. Ja, zeker door dat shield. En waardoor je met dat shield krijg je ook echt gewoon weer de kans eigenlijk om het nog een keer te proberen. Die shield regen binnen 1,5 seconde. Als je voorzichtig speelt, waarmee je dus gewoon weer helemaal opnieuw begint. Dus het is eigenlijk al puur oefenen van richt op de hoofdjes. Zoek de plekken in de map waar de power weapons en weet ik wat allemaal liggen. Onthoud ze ook goed. En ik zou een team gaan maken, lijkt mij, als je echt het competitive wil. Begin echt met een team en dat je weet wat je aan elkaar hebt. Maar ik denk dat dat bij elke shooter is. Dat je moet weten wat je aan elkaar hebt en daarmee kan je pro worden. Dat klopt. Dus ik zou zeggen, jongens, ga lekker oefenen. Bedankt, man. Dankjewel, was leuk. Super vet. Bedankt, jongens. Doei, doei.